Het was een mooie lentedag in april. Bij de kruittoren, bij de doelen, stond duidelijk iets te gebeuren. Her en der stond men te praten en steeds meer mensen kwamen aanlopen. Het kruittorentje stond hier en met de stadswandelingen kwamen we er altijd langs. En had je er altijd een prachtig verhaal over dat hier de munitie opgeslagen was, of het kruit, om Gennep te verdedigen. In eerste plaats was het opslagplek van de IVN, maar die zijn naar Gennep-Zuid gegaan. Toen heeft de buurt hier het mogen gebruiken. En toen kwam het op een gegeven moment leeg te staan. En het is natuurlijk een schitterende aanwets, weer een hoogtepuntje erbij voor de stadswandelingen. Want we hebben dit kunnen realiseren in 5 weken tijd. Het is niet te geloven. Maar we gaan nu naar het Knon toe. En het Knon is gericht op de kruittoren. En we willen gewoon kijken of het kruittorentje bestand is tegen het Knonschot. In de eerste plaats geweldig dat jullie met zoveel mensen hier zijn. Dat zegt iets over de betrokkenheid van de burgers bij dit initiatief. En de stadswandelingen in Gennep, de stadsgidsen, hè? We mogen geen stadswachten zeggen, hè? Dat doen we nooit meer fout. De stadsgidsen die staan in Gennep bekend om de leuke manier waarop de groepen rondgeleid worden en enthousiaste verhalen. En altijd zit er dan ook hier dat leuke moment in, even stoppen bij Piet Teunissen voor een mooi gedicht. En ik moet zeggen, als het heel koud is, glühwein of een borreltje. Daar staat het allemaal onbekend. En daar zijn wij heel erg blij mee en daar zijn we ook heel erg trots op. En inderdaad Willy, je zegt het net, dus in een paar weken tijd is dit allemaal geregeld. En dat is bij gemeentes helemaal niet zo gewoon. Ik zal je zeggen, opening kruittoren, ik heb daar niks over gehoord. Normaal wordt er bij ons overal over vergaderd en besluiten genomen. En hier helemaal niks van dat alles. Het gebeurt gewoon. En daar ben ik blij om, en jullie ook. Want het is wel klaar. En ik heb er eens even ingekeken. En als ik dan van jullie hoor dat dit een paar weken geleden nog een opslagschuurtje was, wat helemaal vol met rommel zat, dan weet ik ook waarom dat daar nu een kanon staat. Je hebt denk ik nog een klein laatste restje kruid gevonden in een hoekje. En dat moet dan nu natuurlijk gekeken worden of dat het nog doet. Beste mensen, we gaan nu over tot de symbolische opening van de kruittoren. Nou is de bedoeling dat we met z'n allen even aan die kant van het Knon gaan staan. En ik ga Ingrid het grond aansteken van het Knon. Daar heb ik ervaring mee. Ik heb het bij Gennep Bruis ook gedaan. Ja. Droog lapje. En dan gaat er gewoon ouderwets wc-papier in op lap schrijven. Ja, u verstond het goed. In Gennep schieten ze met wc-papier. Doe maar snel. Als een ervaren kanonier vuurde de wethouder het kanon af. Gelukkig, de kruittoren stond er nog. Maar weldra bleek dat de wethouder met wc-papier een gat in de kruittoren had geschoten. Hoe het ook zij, de stadsgidsen hebben er voor de toeristen een mooie anekdote aan overgehouden. De wethouder had nog een andere verrassing in petto. Vandaag hebben wij als gemeente gezegd, ja, het is zo mooi wat hier gebeurt en wij zijn zo trots op jullie allemaal. En dat heeft ons toegeleid om gezegd te hebben, we gaan er toch nog een speciaal tintje aangeven. En wij hebben, daarom, ik ben heel trots dat ik dat hier mag uitreiken. Ik heb hier een oorkonde voor Piet Teunissen. Piet, vanaf vandaag ben je niet meer de informele stadsdichter van Gennep, maar we maken je een officiële stadsdichter. Piet, we zijn heel erg gedankt. We zijn heel erg blij met wat jij voor ons doet. Willen we graag op deze formele manier willen wij dat aan jou laten weten. Wat leuk zeg. Ik heb het overpeinzing genoemd. Hier in dit boerenland, hier bij de Niers, de populieren, het is of de tijd heeft stilgestaan. Hier is een dag, nog dag om feest te vieren. Langs deze oevers blijft het heerlijk gaan. Nog altijd hangt er in de vroege morgen de witte sluier van de mist. Nog altijd staat er stil verborgen een reiger
die er eenzaam vist. Als ik dan in het donkere water, weerspiegeld, bijna zie mijn oude huis, denk ik, hier blijf ik, nu en later. Hier klopt mijn hart, hier ben ik thuis. Ja, wie niet, hè? Ja.